Goedendag, morgen allemaal. Nou, ik heb de techniek werkend gekregen en dan geef ik jullie nu Jessica. Hallo, goedemorgen. Oh, het universum is zo grappig, want welkom weer bij deze morning setup. En ik ging het hebben over stress. Dus ik was helemaal aan het voorbereiden en ik was mijn oefeningen alvast aan het doen die ik straks met jullie ga doen. En ja, toen was er een emergency oproep van nature. Ze dacht, oké, ik ga toch nog heel eventjes naar het toilet voordat ik ga beginnen. Dus welkom, welkom, welkom. Stress. Wat ik wilde zeggen is dat eigenlijk een van de grootste oorzaken van stress niet zozeer ligt in de omstandigheden buiten ons, maar vooral in wat we er dan allemaal van denken. En dat is waarom ik het zo grappig vond dat precies dit nou weer gebeurt. Want ja, dan kan je er allemaal gedachten over hebben. Oh, ik ben te laat en oh, het gaat helemaal mis. Maar hey, ik ben er gewoon. Dus komen jullie lekker staan. Jullie weten het inmiddels al. Je kan het ook zitten doen. Dat is altijd helemaal prima. Ik doe meteen even mijn slofjes uit, want ik ben binnen. Het regent heel zachtjes. Je ziet het bijna niet. Maar even kijken of ik er al helemaal goed bij sta. Yes. En het eerste wat we gaan doen is gewoon eens eventjes weer staan. Of als je zit, dan lekker zitten en even voelen hoe het nu met je gaat. En meestal is dat in het begin altijd als een soort, zo'n bol met van die sneeuw. En dat heb je dan geschud en dan heb je al die sneeuwvlokjes die langzaam naar beneden dwarrelen. En zo is het eigenlijk ook hier. En laat je ademhaling tot rust komen. En wat je kunt doen is één hand bovenop je voorhoofd leggen. En wat dit doet is dat het eigenlijk een algemeen punt is van alle neurovasculaire reflexpunten. Nou, heel moeilijk woord. Maar wat dit eigenlijk betekent is dat je hiermee een heleboel zenuwen kalmeert. Dat is eigenlijk het meest simpel gezegd. Dus neuro, dat heeft met je hersenen te maken. Vasculair, dat heeft met het bloed te maken. En reflex, dat is als het ware als een weerspiegeling. En door je hand hier te leggen, wat dat doet, is eigenlijk aan je lichaam een signaal geven dat alles goed komt, dat het niet nodig is om in een vecht-vluchten reactie te komen met je zenuwstelsel. Want dat is wat er vaak gebeurt als je gedachten hebt, stressvolle gedachten. En dan laat je je hand even gaan, schud hem af. Schud hem af en voel even na in je lichaam hoe het nu voelt. In je lichaam en in relatie tot de gedachten die je mogelijk hebt. Merk eens op, misschien zijn er gedachten als, weet ik veel, weinig beweging of is dit, ik heb er geen geduld voor. Misschien denk je wel, oh lekker, even rust. Kijk maar eens of je je gedachten kunt waarnemen. Kunt waarnemen dat je aan het denken bent. En nu we ingecheckt zijn, heb ik nog een kleine
ademhalingsoefening, een bewegende ademhalingsoefening. Dan mag je je voeten iets wijder zetten, ongeveer nou, tot net iets breder dan je heupen. En deze oefening, die hebben we al eens eerder gedaan, maar die heet Earth Pulsing. En wat je doet, is je verzet je gewicht naar één kant. Dan buig je dus je knie. In je andere hak til je omhoog. En daarna ga je met je gewicht naar de andere kant. Je duwt je hak de grond in en je andere hak komt omhoog. Dus zo blijf je eigenlijk de hele tijd heen en weer bewegen. En vandaag heb ik iets bijzonders voor jullie. Fabrice, die jullie net al helemaal in het begin zagen, die gaat ons begeleiden met een klein handpan muziekje. Dus als je wat hoort op de achtergrond, dan weet je dat dat Fabrice is. En ondertussen wat je doet, is je duwt met je hand je voet de aarde in. En het gaat hier eigenlijk vooral om de neerwaartse beweging. En als je de beweging hebt, het belangrijkste is van voet naar voet te bewegen. Je handen niet te hoog te laten komen. En de focus op beneden te leggen, dus op richting de aarde. Of het lukt om bijvoorbeeld twee van deze bewegingen te nemen bij een inademing. En dan twee bewegingen voor een uitademing. Dus in. Nog steeds in. Makkelijk, want
live, het zij in de replay of op YouTube. Dus in plaats van oordelen kan je trots zijn dat je hier bent, dat je deze tijd neemt. Merk ze alleen op. Dit is onze jachtige geest die altijd vindt dat we nog van alles moeten doen. En dat gevoel zorgt ook voor stress in je zenuwstelsel. Dus deze tijd is ook een oefening. Gewoon ademhalen. Verbinden met de aarde. Verbinden met je lichaam. En eventjes observeren wat je hoofd er allemaal van vindt. En dan kun je zeggen, dankjewel, mijn lieve gedachten. Zij proberen je ook veilig te houden, te beschermen. Maar gelukkig heb je een heel lichaam wat jou veilig houdt. En bewustzijn om je gedachten af en toe even halt toe te roepen. Ze even naar hun plaats te leiden en zeggen, oké, dankjewel. Maar nu is het eventjes tijd. Voor mijn lichaam. Voor zachtheid. Voor rust. En dan kom je langzaam tot stilstand. Neem even met beide handen een opwaartse beweging. Een ademhaling in en breng het naar beneden. En voel dan heel even na in je lichaam. Hoe je je nu voelt. Misschien steviger, rustiger. En dankjewel Fabrice voor begeleiding. En dankjewel voor jullie. Slaat meteen op mijn keel. Nou, dat is ook een mooie boodschap. Ja, laat nog eventjes weten hoe het voor je was. En hoe je je nu voelt. En leuk om even te horen. Ik ben blij dat ik het toch binnen heb gedaan, want waar het eerst heel zacht motregende, is het nu ietsje harder gaan regenen. Ja, met muziek, dat was goed te horen. Ja, fijn Rian. Dat was een spontaan ideetje, maar als we het vaker kunnen doen, dan... mogen we dat dus herhalen als ik het goed begrijp? Ja, de handpan mag blijven. Ja, en dat is helemaal oké, Naline. Soms is het zo moeite om je aandacht erbij te houden. Dat is precies eigenlijk waarom het zo belangrijk is om af en toe even in te checken bij jezelf. En met weinig impulsen, maar toch hopelijk net genoeg om even te oefenen wat je gedachten er eigenlijk allemaal van zeggen. Dus hele mooie ervaring. Vooral dat. Nou, lieve mensen, dank jullie wel weer voor jullie. Voor het feit dat je erbij was.
En dat je het terugkijkt. Ik wens jullie een fantastische dag. Be mindful of your thoughts. En we zien elkaar de volgende keer bij een volgende morning setup. Namaste.